Het is maandagavond. Het is vandaag 25 maart 2024. Het is weer tijd om het over NEC te hebben. Zoals we dat elke maandagavond doen in de NEC Update Live. En vandaag wederom doe ik dat natuurlijk niet alleen. Bij ons weer aangeschoven. RN7 commentator voor de radio, Nick Rogers. Ja. Goedenavond. Goedenavond. Welkom dat je er weer bent. Ja, je had een weekendje vrij, hè? Dus ook wel eens een keer lekker, hè? Ja, gewoon goed voor de stem. Ja, een beetje bij kon je een klein beetje bijkomen, ja, natuurlijk. Ja, ja, hè. En vandaag ook te gast bij ons in de studio, oudspeler van NEC. Toen noemden ze hem ook wel Jantje Breed. Ik heb het over Jan Peters. Jan, goedenavond. Goedenavond. Leuk dat je er bent. Leuk dat je wil aanschuiven in het programma, ja, waar we het eigenlijk alleen maar over NEC hebben. Nou, dat is alleen maar fijn in deze tijd. Ja, in deze tijd is dat fijn, zeg jij ook nog eens een keer. En straks gaan we bellen, want we spelen zaterdag tegen PSV. Tijd om dan ook even naar Eindhoven te bellen. We gaan met de sportjournalist van het jaar bellen. We gaan met Rick Elfrink bellen en die gaat natuurlijk zijn blik ook op de wedstrijd. En hoe gaat het allemaal bij PSV? Want ja, je kunt wel zeggen dat is de landstitel. Die hebben ze eigenlijk al binnen, toch Jan? Nee, de landstitel is binnen. Het is alleen wachten op een nederlaag. En, ik geef NEC, ondanks dat dat misschien raar klinkt, komende zaterdag toch wel kans. Ja. Als PSV iets minder is en NEC speelt top, dat ze misschien voor een verrassing kunnen zorgen. Nou ja, ik roep het al een paar weken van de PSV gaat hier de nederlaag een keer halen. Dus laten we hopen dat het zo is. Komen we straks allemaal eventjes op nog als we het over PSV hebben. Eerst laten we eventjes terugblikken op afgelopen weekend. Ja, er was geen voetbal, tenminste er was geen eredivisie, want het was een interlandbreak. En dan was ook nog donderdag Jong Oranje. En daar deden wat NEC'ers mee. Heb je daar iets van gezien? Dat heb ik ook gezien, ja. Nou, dat viel me ook niet mee. Ik heb toevallig net een stukje gezien. Ze spelen nu voor de kwalificatie tegen Moldavië. Ja. En hij heeft de ploeg ook op 8 plaatsen gewijzigd. Dus dat zegt voldoende. Maar zijn commentaar na de wedstrijd was dat hij ook andere spelers wil laten zien. En dat vind ik wel een goede instelling. Want ze gaan naar het EK toe. En dan moet je natuurlijk wel weten van niet alleen de eerste 11, maar ook tot 21. Dat je weet wat de mogelijkheden zijn. Ja, ik zei al, er drie NEC'ers mee. Zoontje Hansen, Robin Roefs mocht nog invallen. Ja. Jurie Baas en oud-NEC'er Sissoko. Wie van deze, want ze hebben allemaal gespeeld, viel jou een meest een positieve zin op? Nou, eigenlijk geen eentje. Oké, dat is ook duidelijk. Ja, het is, kijk, Roefs vind ik een geweldige keeper. Want toen ik hem de eerste keer het veld op zag, ik denk, wat is dat voor een bonenstaak die daar komt. Maar zijn uitstraling vind zijn ik uitstraling, niet, ja. Dat vind ik niet geweldig, maar het is een geweldige keeper. Nou, Baas, die is wat terug aan het komen. Maar nogmaals, als je ziet dat hij van Ajax komt, valt hij mij niet mee. En dat geldt ook voor Hansen. Hansen, die las ik laat, ja, wij moeten boven Ajax komen, we moeten dit. Ja, ik vind, dan moet hij zelf eens wat meer gaan presteren. Het lijkt allemaal heel leuk en aardig, maar er komt helemaal niks uit. Dus, en Sissoko, ja, dat is nog dezelfde als bij NEC. Geweldige acties, maar komt ook weinig rendement uit. Ja, ja, en van Sontje Hansen, die is ook teruggestuurd van van zijn interlandperiode. Werd door de bondscoach Marco Reiziger niet fit genoeg bevonden. Okay. Voor een tweede wedstrijd. Hij heeft ook helemaal niet gespeeld tegen Noorwegen. Ik denk wel een teleurstellende interlandperiode voor Sontje Hansen. Die niet fit bevonden, dat vind ik wel opvallend. Want ja, hij heeft toch een drukke periode bij NEC gehad. Ja, misschien dat het daaraan ligt. Maar hij heeft genoeg minuten gemaakt om wedstrijd fit te worden. Ja, maar het probleem is dat hij al aangaf in het begin van het seizoen. Ik heb de laatste 2 jaar bijna geen 90 minuten gespeeld. Mm-hmm. Maar ik vind het vreemd dat een jongen van 19 jaar dat hij geen 90 minuten kan spelen als je al bijna aan het eind van de competitie zit. Ja. Ja, hij is er hard mee aan het werk, zegt hij. En dat roept hij eigenlijk al het hele seizoen. Nou, ik had wel het idee dat hij nou wel op die weg... hij kon wel weer 90 minuten wel spelen. Hij kan het nu wel. Die stappen die hij wil zetten, die gaan langzamerhand. Komt hij daar wel? Maar wat je zegt, Jan, helemaal mee eens. Het mag wel een tandje meer, want het rendement mag wat hoger, inderdaad. Nee, hij heeft ook geluk. Hij heeft ook nog de sympathie van het publiek. Hè? Want van de 10 acties mislukken de 9... En in het begin, ja, dan na 60 minuten gaf hij aan dat hij gewisseld wil worden. Ja, goed, je bent profvoetballer, je komt van een topclub af, hè, Ajax, tussen aanhalingstekens. Ja. En waar men van zei, mensen wie ik ook ken, van ongelooflijk dat ze Hansen laten gaan, want dat is een speler die hoort bij Ajax. Dan mag je daar best wel wat van verlangen als club zijnde en ook als supporters. En je kunt dan die jongen zien dat hij natuurlijk kwaliteit heeft. Het is geen balletje gehakt. Dus, nee.
Nee, maar wat jij ook zegt, en dat hebben we hier ook al vaker besproken, het komt er alleen niet uit. Het komt er niet uit, nee. Nee, en waar zou dat dan aan liggen, denk jij? Ja, misschien ook een soort onderschatting. Hè? Heel veel spelers van wie bij Ajax gespeeld hebben, als ze elders naartoe gaan, dan krijgen ze problemen. En vanaf het begin, vanaf de jeugd, 6, 7 jaar, zijn ze gewend altijd maar aanvallen, winnen. Ja. Weinig tegenslagen. En dan komen ze bij een andere club wie niet altijd de betere is. En dat ze dan misschien de problemen hebben. Want hij kan niet zeggen dat hij bij NEC te weinig ballen krijgt. Want NEC die speelt de laatste tijd, als het kan, gewoon vol op de aanval. Dus het is niet zo dat hij zich niet kan laten zien. Omdat hij te weinig ballen krijgt. Nou ja, wat je zegt, dat klopt helemaal. Hij is best wel zelfkritisch, Sontje Hansen. Dus dat zie je hem wel, vind ik. Maar hij zegt ook, ik heb bij Ajax alleen maar wedstrijden gespeeld. Alleen maar aanvallen. We hebben altijd de bal. En bij NEC moet ik in één keer mee terugverdedigen. En dan ja, heb je eigenlijk in plaats van 20 kansen, heb je er 4, bij wijze van. Yep. En ja, dat ziet hij zelf ook wel. Dat is ook goed van hem. Maar hij zegt wel, ja, ik vind ook dat er wel wat meer uit mag komen bij mij. En het zit de laatste weken ook niet helemaal mee met hem. Maar toch, we hebben Bizantini, die kent hem wel goed, hè, want die wilde hem graag voor Curaçao laten zien. Ja. En die zegt, het zit echt in de jongen. Het zit er echt wel in. Ja, ik denk ook, kijk, je speelt natuurlijk niet zoveel jaar bij Ajax. Hè. Ik bedoel, dan heb je talenten. Maar nogmaals, vaak is de stap, dat zie je aan Baas ook. Die had dat jaar ervoor toch bij Ajax regelmatig in het eerste gespeeld. Ja. Nou, ik schrok me kapot toen ik hem de eerste wedstrijd tegen Excelsior zag. Hij werd aan alle kanten voorbij gelopen. Ja. En dan kun je zien, en als hij wat meer speelt, zoals bijvoorbeeld uit tegen Twente, hangend links of wat dan ook. Hè, die jongen die kan best voetballen, alleen verdedigen. Dat is een probleem, want hij had bij Ajax nooit hoeven te verdedigen. Is dit ook gewoon, wat je moet zien, het niveauverschil? Sontje Hansen zat natuurlijk toen bij Jong Ajax, hè? Dan zit je gewoon in de KKD. Hm. Dit is nu echt eredivisie, je doet ook bovenin mee. Dat niveauverschil, die stap is gewoon nog dan in één keer te groot voor zo'n jongen? Ja, die heeft aanpassing nodig. En ik denk dat die jongen misschien volgend jaar, je moet hem ook het voordeel van de twijfel geven. Het is niet zo dat hij, wat ik net zeg, dat hij helemaal geen talent heeft. Maar het moet niet te lang duren. Ik had nu inmiddels al wat meer verwacht van hem. Ja. En ik denk dat de club dat misschien ook had. Maar om dat uit te spreken, ja, je moet die jongen niet neerhalen. Ik bedoel, je moet met hem om tafel zitten. Maar ik heb bijvoorbeeld ook een interview gelezen van hem dat hij wordt vader. Ja, hij moet op tijd naar bed. Ze moeten zorgen dat hij op tijd eet. Ja, jongens, ik ga ervan uit, we zijn geen kleuterklas. Hè? Nee. Ik bedoel, je moet zo volwassen zijn dat je dat soort dingen allemaal op orde hebt. Ja, ik denk dat het daar ook wel een beetje nog mee zit. Ik denk dat het een mentale kwestie ook is. Ja, dat denk ik ook. Dat hij daar gewoon nog mee struggelt. En laten we hopen dat het eruit komt en niet het eeuwige talent blijft. Want nee. Dat zou zonde zijn natuurlijk voor hem zelf ook. Ander nieuws afgelopen week, wat er natuurlijk veel opviel. In één keer kwam NEC de donderdag met heel veel nieuws naar buiten. De contracten van Koki Okawa en Brian Pereira. Koki Okawa. Heerlijke spits toch voor NEC zijnde? Dat zijn gasten, dat zijn pure profs zijn. Hè? En want in het begin van het seizoen, ja, dan had ik wel eens wat met hem te doen. Hij liep zich het snot voor de ogen. Maar 90 minuten lang werken. En ik denk dat NEC daar een hele goede spits aan heeft. En die andere jongen, Sano, die sla ik nog hoger aan. Daar kun je zien, daar straalt de klasse vanaf. Ja, die was al gekocht. Dus dat was al fijn. Dat hebben ze heel goed gedaan, ja. Ja. Is dat ook een beetje? Want ik vind het zo opvallend dit jaar in de Eredivisie dat die Japanners het allemaal goed doen. Is dat misschien het nieuwe mekka om spelers te halen? Nou, ik heb laatst een artikel gelezen dat er in Europa zo'n kleine 58 Japanners rondlopen. Ook in de Spaanse competitie. En dat die het bijna allemaal goed doen. Ja. Want je denkt er niet gelijk aan. Nee. Ik zag de berichten allemaal toen naar buiten kwam dat NEC op zoek was naar een speler in Japan. Dat ze zeiden, ze zijn hartstikke gek daar. Ja, luister, ik was er ook niet terechtgekomen. Maar ik denk dat de lijntjes, net als Carlos, die kent heel veel mensen. Kijk, en ik weet wel in de tijd van AZ dat Carlos, ja, die zat door heel de wereld. Die gingen naar toernooien kijken van onder 17 Brazilië. En weet je, want AZ heeft natuurlijk een geweldig netwerk en dat zal NEC ook hebben. Maar ja, op een of andere manier zal die wel opgevallen zijn. Want ja, ik had nog nooit van Okawa of van Sano gehoord. Maar dan nog toe zijn dat twee voltreffers. Ja. Een meerderjarig contract. Tot 2027. Goed. En misschien ontwikkelt je zich dat je er later nog geld aan kunt verdienen. Want het is wel allemaal een beetje gerealiteerd. Van 1 of 2 jaar goed doen. En dan misschien
voor veel geld verkopen. Dat zie je nou met Sandler of Sandler. Ja. Dat die misschien ook veel clubs hebben het niet aangedurfd. En ja goed, ik denk nu, want in principe is hij elke week veruit de beste man, vind ik. Dat er nu wel een club is wie bereid is om een behoorlijk bedrag te betalen voor hem. Ja, dat wordt nog even afwachten. Zijn contract wordt wel nog verlengd, want die optie heeft NEC nog. En Brian Pereira, is dat gewoon de opvolger voor Bart van Rooij voor volgend seizoen? Ja, die heeft in de wedstrijd die hij heeft gespeeld een goede indruk wel gemaakt. Ja, ik was vorige week, heb ik het voor mij ook over gehad, was ik niet helemaal overtuigd van ja, moet je hem nou definitief vastleggen? Nou ja, Carlos die heeft toen in de, op de website en op de club een video uitgelegd dat hij, dat zij in de staf ook hebben gezien dat hij het aan kan het niveau, dat hij dan wat pech heeft gehad, dat hij het niet aan het grote publiek kan laten zien. Nou ja, dus bij NEC zijn ze overtuigd. En als ze daar overtuigd zijn, ja, die werken elke dag mee, dan lijkt het mij een prima optie. Ja, ik hoorde in het begin van het seizoen al dat hij in principe de rechtsback zou worden. Ja. Dat hij Bart van Rooij en ik denk ook, maar dat is, ik weet niet of ik gelijk heb, dat Bart van Rooij een transfer maakt. Alles hangt volgens mij ook een beetje af hoe je dit seizoen afsluit. Want ja, win je de beker en ga je Europees voetbal, dan kan me zo voorstellen dat zo'n Bart van Rooij zegt, ik blijf nog een jaar. Dat kan ook gewoon natuurlijk nog. Nee, en je moet natuurlijk kijken van, waar kun je naartoe? Hè? Want ja, er zijn heel veel spelers in het verleden bij NEC weggegaan die dachten van, nou, ik kan een stapje hoger. En daar hoor je nooit niks meer van. Nee. Weet je, kijk, dat is tegenwoordig, in onze tijd was het een, vaak van, als je tevreden was bij een club, dan bleef je bij een club. Maar nu is het vaak van, kijken, kan ik elders meer verdienen of wat dan ook. Maar heel veel spelers die bij NEC gespeeld hebben, die, hoe heet die, Kolwijk was dat ook. Dat was voor NEC een heel bruikbare voetballer toen. Dacht hogerop, ik heb er nooit niks meer van gehoord. Nee. Dus je moet ook wel uitkijken voordat je een stap neemt of dat wel een goede stap voor je is. En dat je niet op de bank komt en daarna in, ja, vergeten wordt. En dan Verdonk, maar ja, dat was eigenlijk geen echt nieuws. Want die had gewoon een optie. En ja, natuurlijk gaat NEC die lichten. Want ja, anders loopt hij straks gratis in de deur uit. Dat ben je gek natuurlijk. Met zo'n seizoen wie hij draait. Nee, geweldig. Ik sluit niet eens uit of hij niet toch weggaat. Ja, ze kunnen nu wel geld ervoor krijgen. Ja, omdat NEC, want hij ligt heel goed in de markt, wat ik links en rechts hoor. En dat hebben ze natuurlijk slim gedaan. En dan, ik sluit het niet uit. Maar nee, ja, goed, ik sprak laatst Leen Looij, die is scout. Die zit ook overal in die Scandinavische landen, zijn ze bezig om te kijken. Ik weet niet of ze naar een type Verdonk gaan kijken. Maar ze zijn natuurlijk wel bezig. Kijk, als Sandler zou verkocht worden, dan moet je toch een goede verdediger erbij. Want ik blijf erbij dat Nuiting, ja, die valt mij niet mee. Hey, dit was een stinkende best, maar dat hij geluk heeft dat hij Sandler achter zich heeft. En dus dan want als die Ross speelt, dan ben je achterin al een stuk kwetsbaarder. Ja. Maar dat vind ik ook een beetje, omdat dat zijn twee dezelfde types. Kijk, Nuiting is gewoon zo'n ja, hoe noem je dat? Een rouwdouwer, weet je, die staat gewoon als een steen achterin. Ja. En die moet die ballen weg zien te koppen en weg zien te schieten. En Sandler is gewoon fluwele voetballer. Ja. En nou, dat is een goede match, lijkt mij dan. Ja, die Sandler ook. Dat als je naar hem kijkt, af en toe komt hij zelfs hotain over. Want hij heeft natuurlijk een zelfvertrouwen van. Maar hij slet altijd. Ik heb laatste keer in Duitsland hebben ze zo'n programma. En daar is Kroos van Real Madrid, heeft dat ook. Hij slaat altijd twee of drie linies over. En dan denk je, die paas, die komt niet aan. En toch komt die aan, weet je. Daar zijn er maar weinig wie dat kunnen, van achteruit, weet je wel. Nee, en ik zeg niet dat Nuiting, maar dan moet een ander type als Nuiting naast hem komen als Sandler weggaat. Ja, tuurlijk. Ja. Wie in de opbouw is en wie rugdekking geeft en wie wat uitstraalt. Want dat is vaak, het zijn de koppeltjes wie het doen, hè. Ja. Dus dat werkt supergoed, dat duo, dit seizoen. Nee, want je ziet het ook. Ik ben niet kapot van hoedemakers. Maar, Proper en Schöne zijn te veel dezelfde types. Ja. Willen graag de bal hebben. En die hoedemakers, die gaat de duels aan. Die wint dingen. En die gaat wel eens wat meer diep. En dat klikt beter. En ik denk dat voor Proper zijn kwaliteiten, en dat doet niks af van Lassen zijn kwaliteiten, want die zijn geweldig. Mm-hmm. Maar ja, die is toch een beetje over de heel heen. En dan moet je toch keuzes maken. En in het begin was dat ook moeilijk, want speelden ze vaak samen. Weet je wel. En nu speelt Proper normaal gesproken. Ja. En dat is voor het team is dat beter. Ja, jij zegt goedemakers valt mij tegen. Ja.
Leg uit. Want ik vind dat hij wel een ontwikkeling heeft gemaakt. Nee, en ik vind hem eigenlijk vaker wel gewoon goed. Hij speelt wel redelijk. Maar ik ken hem nog van AZ en in het begin van bij Cambuur. Ja. Toen was het een veel dominante speler. Het is nou meer een afpakker. Ja. Weet je, want ik heb nou laatst eens een beetje op hem gelet. Bijvoorbeeld in de bekerwedstrijd de Go Ahead. Toen schopte hij die Belg eruit. Die jongen die had een gebroken enkel. Robbins. Weet je, want hij maakt heel vaak domme overtredingen, wilde overtredingen. Ja, hij is vaak net te laat. En daarom maak je die overtreding. Ja, en omdat hij waarschijnlijk heel graag wil, weet je wel. Maar in dit team draait hij ook goed mee. Ja. Maar ik had een andere speler voor ogen. Dat ik dacht van dat hij wat meer voetballer was. Het is meer nu van duels winnen, weet je, duelkracht. En dan moet ik wel zeggen, zijn instelling is ook 100% van dat. Ik weet niet of dat aan mij is, maar dat zou wel aan de staf liggen. De instelling van de jongen is altijd perfect. Weet je wel, ondanks dat het soms wel is, want tegen Utrecht, dan denk je, nou kun je Ajax voorbij. Dan moet je een stapje meer en dan blokkeert het. Ja. En dat kan ook gebeuren. Ja, dat heb je wel eens een Cambuur, hij zat bij Cambuur, er was wel een hele andere situatie. Dat team, dat werd, zijn niet laatste geworden vorig jaar Cambuur volgens mij. Eén laatste nog, maar... Dat was een team dat was eigenlijk al gedegradeerd ergens in de winterstop. Nee, dat klopt. Maar dan was ik heb het over die eerste fase. Want toen wilde FC Utrecht in januari hebben. Maar toen vroeg Cambuur 2 miljoen. De eerste periode. Ja. Die was wel veel beter. Want anders had Cambuur hem niet laten gaan. Maar hij is natuurlijk ook wel gehaald met oog op de toekomst. Ja. En we, je zegt Sandler, maar dat geldt ook voor Dirk Proper. Daar wil NEC gewoon voor gaan cashen. Wat terecht is natuurlijk. Want die jongen heeft een fantastisch seizoen meegemaakt. Met Jong Oranje natuurlijk. Waar die meegaat naar het EK. Dan heeft hij misschien ook weer een andere rol. Wie misschien beter past. Is dat dan? Dat kan. Kijk, dat is dat hoor ik altijd ook als ik bij NEC. Het is gewoon allemaal heel onzeker. Je had het net over Verdonk. Hebben ze contract verlengd? Maar is het de vraag, niet dat ik dat weet, blijft hij? Proper ook. Is er een club en nu bereid om wat ze willen vragen? Ik zou bijvoorbeeld, als ik Ajax was, als ik dan naga dat die Henderson in 2,5 jaar 25 miljoen verdient, dan had ik die toch bij wijze van spreken in Dirk Proper gedaan. Ja. Weet je al? Maar nogmaals, er moet wel een club zijn wie geïnteresseerd is. Want er worden ook... Heel veel namen. Kijk, ik word ook nog wel eens uit Italië gebeld. Hè, van spelers waar ik dan mee... Weet je, van spelers bijvoorbeeld. Een Koopmeiners. Die wil de Genoa bijvoorbeeld ook graag hebben. Maar Genoa is een club die kan geen 10 miljoen betalen. Weet je al? Maar die hebben ook heel vaak... Willen die spelers, jonge spelers, al vroeg halen. Hè, om later te verkopen. Ja, wat het geluk van de NEC ook eindelijk is. We zitten in Nijmegen een keer in de situatie... Dat we spelers... kunnen verkopen met een potentie. Want we hebben de jaren hiervoor gezien... een Okita, een Odetal, ik noem er even twee... die weigerden gewoon hun contract te verlengen... omdat ze die stap wilden maken. En ja, als er een miljoen voor neergelegd wordt... dan is de kans wat kleiner... dat ze niet naar die mooie club kunnen... waar ze misschien heen kunnen. Ja. Eindelijk heeft NEC er nu... dat zo'n Verdonk vast ligt. Sender ligt lang maar vast. Ja. Proper hebben ze nog vastleggen. Daar kan eindelijk eens een keer goed betaald voor worden. En ik denk dat voor NEC ook leermomenten zijn geweest. Maar ik denk dat we heel blij al mogen zijn. Dat we mogen dromen van die miljoenen. Nee, maar dat zegt men al. Het kapitaal moet op het veld staan. Ja, tuurlijk. En NEC heeft jaren gehad. Als je dat, geen zoetje, maar als je die spelers allemaal bij elkaar had gezet. Dan had je misschien een miljoen gebeurd. Ja. Maar nu praat je al misschien over tientallen miljoenen. Nou, ik denk dat zo'n Sandler, een Proper en Ogawa bij elkaar al... Ik had het met iemand erover over Sandler. Bijvoorbeeld Sandler, die is van PEC is hij naar Manchester City gegaan. Daar is hij niet geslaagd vanwege, is ook heel normaal misschien, door de blessures. Ja. Toen is hij naar Ajax gegaan, naar Feyenoord. Is hij niet geslaagd door blessures. Is hij naar Anderlecht gegaan, niet geslaagd door blessures. Nu speelt hij de pannen van dak... En dan vraag ik me af, is er dan een club die in Sandler bijvoorbeeld 10 miljoen of 5 miljoen wil investeren met hetgene wat hij aan pech heeft gehad? Dat is moeilijk. Dat bedoel ik, want kijk, kwaliteiten, ik bedoel, je moet met de rug naar het veld zitten of je kunt zien dat die jongen geweldige kwaliteiten heeft. Ja. Maar als ze denken, maar ja, ik hoorde ook weer, tegenwoordig doen ze alles met data, dus ze kunnen alles nakijken en die zijn de laatste tijd geweldig. En dat er dan toch weer clubs zijn die zeggen, nou,
wij pakken die stap. Want ja, wat is tegenwoordig 5 miljoen? Ik noem maar iets. Ja, voor veel clubs niet zoveel meer. Ja, ja. Misschien is het wel een speler voor PSV. Zou kunnen natuurlijk. Nou, laten we die stap eens maken. Laten we het ook even vragen aan Rick Elfrink. Rick, goede avond. Goedenavond. De sportsjournalist van het jaar. Nog even gefeliciteerd met die prijs. Ja, dankjewel. Ja, dat is alweer even geleden. Maar, dat is inderdaad even geleden. Ja. En überhaupt, nou, hoe is het om clubwatcher te zijn van een club die eigenlijk met twee vingers in de neus gewoon kampioen gaat worden? Ja, op zich leuk. Leuk om ook een keer mee te maken vanuit vanuit dat blikveld, zeg maar. Ook ik heb wel eens zo'n jaar meegemaakt zoals Ajax nu meemaakt, zeg maar. Ja, dan is het allemaal wat heftiger en dynamischer. Maar dit is ook wel een keer bijzonder om mee te maken. Waarbij ik zelf altijd zeg, wij als journalisten zijn altijd winnaars. Want ja, of ze nou winnen of verliezen, we hebben altijd een verhaal. Maar goed, aanstaande zaterdag. Laten we trouwens eerst even op de eerste vraag terugkomen. Philip Sandler, zou dat een speler zijn voor PSV? Dat is hij in het verleden wel. Hij heeft in het verleden wel op de radar gestaan met PSV. Het is, het is natuurlijk geen hele jonge speler meer op dit moment. Dus als je echt een stap wil maken en ook aan internationaal voetbal wil denken. Ja, ik vind een goede speler en ik vind hem ook aan de bal is hij prima. En ik denk ook dat dat wel iets wat PSV nodig heeft. Maar ik denk ook dat ze natuurlijk wel meer opties zullen bekijken. Ja. Is het ook gewoon wat Jan Peters hier zegt van ja, ze kijken ook natuurlijk een beetje in het dossier. Hij heeft van blessure naar blessure en dat is dan niet iets waar gelijk een topclub warm van loopt. Nee, dat niet. En daarnaast nogmaals, ik denk dat ze toch dan liever een iets jongere speler hebben als die van een club als NEC komt. Ja, of dat ze het liefst denk ik toch een speler die internationaal al iets meer ervaring heeft in ieder geval. Of een iets grotere competitie misschien heeft gespeeld. Hij heeft dat natuurlijk ook wel, maar inderdaad daarna toch veel blessures gehad. Dus ja, ik denk dat dat wel lastig is, lijkt me. Maar ja, goed, of hij op dit moment op de radar staat, kijk, ik heb die lijsten ook niet. Maar ja, ik kan me niet voorstellen dat hij op dit moment bovenaan staat. Nee, dat denk ik niet. Nee. Maar goed, dan hebben we dat even gehad. Kijken we even naar de wedstrijd van zaterdag. Want zaterdag komt PSV naar de Goffert. Jullie kunnen nog geen kampioen worden. Dat vinden wij niet zo heel erg, want dat zijn vreselijke wedstrijden altijd om te spelen als thuisploeg natuurlijk. Maar hoe kijken jullie naar NEC nu? Nou ja, NEC is wel een tegenstander. Ergens ook wel weer een beetje wisselvallig dit seizoen. Hè? Maar wel een tegenstander die het PSV moeilijk kan maken, verwacht men in Eindhoven. Waarom? Omdat het op de eerste plaats is het altijd de eerste wedstrijd na een interlandperiode is altijd wel lastig. Ja, dan hebben ze 2 weken de troepen niet bij elkaar gehad, PSV. Terwijl een club als NEC, de meeste spelers zijn daar natuurlijk gewoon op de club. Die kunnen gewoon rustig doortrainen. Ja, en bij PSV zijn er natuurlijk 11, 12 man weg. Die zijn allemaal naar de nationale ploeg. En dat bemoeilijkt soms het om dan voor zo'n wedstrijd een tactisch plan te maken. Samen nog vooral te kunnen oefenen. Dat bemoeilijkt het vooral. Het plan maken is niet zo moeilijk, maar wel het uitvoeren. Ja, het werd in Eindhoven was het niet echt een wedstrijd. Voor NEC, toen zag het had NEC eigenlijk niks te vertellen. Maar verwacht je nu dan een wat lastige wedstrijd toch wel? Nou ja, dat was wel in een fase waarin PSV ook echt met grote cijfers en met veel geweld langs elke tegenstander wist te komen. Op de een of andere manier is dat er op PEC Zwolle uit na, want dat werd 1-7, is dat er na de winterstop wel een beetje afgegaan. Dus het is niet zo dat PSV slechte resultaten heeft gehaald, alleen die echte hele hoge scores die bleven een beetje uit. En Volendam en PEC Zwolle zijn nog wel flink over de knieën gegaan dus. NEC thuis was inderdaad geen wedstrijd, dat was 4-0 weet ik nog. Ja. Uiteindelijk... Ja, dan kom je er misschien zelfs nog genadig af. Ja, waar ligt nou voor jou, waar zeg je van, want je kent de ploeg natuurlijk een beetje van PSV. Waar ligt nou de kans voor NEC om het toch een keer te laten gebeuren dat PSV gaat verliezen? Ja, uiteindelijk, dat heeft iedereen kunnen zien, vooral achterin.
ja, je kunt het op twee manieren aanpakken. Je kan PSV onder druk gaan zetten en hè, vol de verdediging onder vuur gaan nemen meteen. Hè, meteen druk zetten op de verdediging. Dat werkt soms. Er zijn ploegen die daar succes mee hebben geboekt. En Utrecht was bijvoorbeeld heel scherp in de duels op de tweede ballen. Utrecht ging er heel fel in tegen PSV in eigen huis. Daar hadden ze echt moeite mee. Nee, als ik NEC was, zou ik de wedstrijd van FC Utrecht zou ik nog eens rustig terugkijken. FC Utrecht, PSV. En daar zag je eigenlijk wel een methode om PSV aan te pakken in ieder geval. We gaan het zien zaterdagmiddag in ieder geval. Rick, wij gaan elkaar ook zien zaterdag als je richting Nijmegen komt. Dus dan praten we nog eventjes verder voor de wedstrijd. Goed, dankjewel dat je in de uitzending wilde komen. En een fijne avond. Hè. En dan vast veel plezier bij het kampioenschap. Want dat gaat gewoon gebeuren. Jan, hoe kijk jij naar die wedstrijd? Ja, ik weet het niet. Ik ging verleden jaar kijken naar PSV NEC met mijn kleinzoon. Twee kleinzoons en mijn kleindochter. En ik had toen ook het idee, nou, misschien kan het gebeuren dat NEC gaat winnen van PSV. En toen stond het na 20 minuten 3-0. Weet je al. Dus wat moeten ze doen? Ik vind gewoon dat NEC, en dat doen ze de laatste weken, eigenlijk de laatste thuiswedstrijden sowieso, gewoon van hun eigen sterkte uitgaan en niet te veel naar PSV kijken. Dan word je alleen maar doodziek van. Kijk, als je iedere speler van PSV naast die van NEC zet, ja, dan hebben ze een plus. Maar als je gewoon van je eigen kracht uitgaat met het publiek, hè, dan moet je voor zorgen. En kijk, en ga je afwachten, dan krijg je toch weer een goal. Zoals toen tegen Ajax verleden jaar in de laatste minuut tegen Twente. Hè, gewoon vol op de aanval. En nou krijg je hem dan met 2-3-0 op de kloten. Nou, dan heb je in ieder geval een goede wedstrijd gezien. Want NEC, als een punt halen is natuurlijk een extra punt. Maar dat is niet de belangrijkste wedstrijd voor NEC. Dus in feite kun je gewoon van je eigen kwaliteit uitgaan met die districtie, dat je natuurlijk wel rekening houdt met de kwaliteiten van PSV. Ik zie ze nog wel winnen. Ja, maar je zegt vorige stond ook 3-0 binnen 20 minuten. Het is altijd als je denkt dat het wat te halen valt, dan gaat het altijd best bij. Nee, maar daarom, ik heb het straks al aangehaald, die bekerfinale hoop ik niet dat een struikelblok wordt. Nee, dat ze te gefixeerd daarop weet zijn. Je, dat ze nu alweer bezig zijn met, je ziet het, de gekte met kaartjes en bussen. Ik spreek mensen, dan word je gebeld. Hoe kun je kaartjes, dit en dat. Het leeft van voor en achter. Dus ze hebben het niet eens over PSV. Van normaal zou je niet zeggen. Iedereen wil PSV. Nee, het gaat over Feyenoord in de Kuip. Ja. Kijk, ja. En als je straks, ik heb straks voor de kier kwam nog even gekeken. Het zijn maar 5 punten. En als je nou een paar keer een tik krijgt, zoals tegen RKC, wat je niet verwacht. Dan loop je straks misschien weer die na-competitie. Want je hebt 5 punten met de nummer 9. Ja, je hebt 3 kansen. Hè? Ja. Je kunt 5e worden. Je kunt de na-competitie winnen. Of je bent de beker. En je bent de beker. Nou, ja. Nou, het zou toch zonde zijn dat je niet 1 van die 3 pakt. Dan is het seizoen gewoon teleurstellend te noemen? Nou, ik wil niet zeggen teleurstellend, maar wel bijzonder sneu. Voordat we gaan afsluiten, want het gaat alweer zo snel richting 10 uur. Eerst al bedankt in ieder geval, Jan, dat je hier aanwezig wilde zijn. Maar we hebben het over de bekerfinale. En er gebeurt van alles al omheen. Nou, ik ben bij 2 initiatieven geweest waarbij er gezongen moest worden. Waarbij we nummers hebben opgenomen voor al richting de finale. Morgen komt het eerste nummer. Achtergrondkoortje. Okay, achtergrondkoortje. Heel goed. Morgen komt het eerste nummer daarvoor uit. En daar mag ik een stukje van laten horen en laten zien. Als je nu meekijkt via de televisie, dan zie je ook de videoclip die erbij hoort. Het is eigenlijk een heel klein stukje première alvast. Kennen jullie deze nog? Zingen, zangen, zingen, zangen! Ik kwam hier voor het eerst, het was een mooie dag. Ik werd meteen verliefd, ik wist niet wat ik zag. En vele jaren later kwam ik er nog steeds, als opa met rollator. Van jou hou ik het meest. Zijn de oudste stad, daar is niks meer aan de hand. En die Zeeuws clubje, is nooit van Gelderland.
spelers op het veld. Boekhoorn op de tribune. Zo wordt iedereen geveld. Onze club wint de finale. En wie had dat ooit gedacht? Wij zullen ze weer steunen. Met gejuich en met een lach. Allee, allee, allee. Krijg dan een beetje zin in de finale, toch of niet, Jan? Ja, absoluut. Nee, wat ik altijd zo leuk vind, ik zie nou die mensen wel lopen. Als je dan in die tijd dat het minder gaat, en ook nu nog wel eens, als je dan van het veld loopt, dat de mensen, weet je, dan ik kom niet meer, het is niet om aan te zien en dit en dat. Weet je wel. En dan en de volgende keer kom je weer en dan zitten die mensen er gewoon. De supporters zijn hondstrouw, hè. Ik bedoel, ik heb zelfs in onze tijd was het ook al... Ik had dan misschien het geluk, klein en noem maar op, niet dat, maar er waren ook spelers die werden uitgefloten of als het wat minder ging. Maar elke week zaten er toen 20, 25 in die tijd mensen. En dat zijn maar weinig clubs buiten de top 3, 4, wie kunnen zeggen dat ze zo'n publiek hebben. Ja. Ja, goed. Het is het einde van deze NEC Update Live. Wij zijn er natuurlijk deze week nog een keer op televisie. Want dan gaan we voorbeschouwen op de wedstrijd van zaterdag. Dat zal vrijdag zijn. En ook nog een keer wat eerder. Want morgen staat er ook iets te doen rondom NEC. Nou, dan moet je maar in ieder geval naar het RN7 Regio Nieuws kijken. Dat heeft in ieder geval iets met voorlezen te maken. En wij zijn er natuurlijk volgende week. Ondanks dat het gewoon tweede paasdag is. Wij gaan met Paasmus en al gaan we hier gewoon zitten. Natuurlijk. Ja, want er wordt die dag nog, of die week, gewoon weer gevoetbald volop. Ja, het is ongelooflijk. Want dinsdag naar Fortuna. En, ja. Dus, en dan ook nog eens een keer de belangrijke wedstrijd. Ja, tegen? Arnhem. Aha. Vitesse, ik durf het gewoon te zeggen. Bedankt voor het luisteren. Morgen staat hij ook weer als podcast en ook later deze week als videocast. En ik zou zeggen, tot de volgende!